Deze week hebben we een speciaal kindermenu. En daarvoor hebben we gekozen voor een lekker stoofje van rundvlees. Van mooie biologisch rund. Met daarbij klassieke appelkompot en krokante aardappeltjes. Net als bij het hoofdgerecht van het normale menu hebben we het gestickerd met blauw. Dus ook weer H1, H2, H3. Maar nu staat er ook bij met pen geschreven kind. En wat heb je daarvoor nodig om het op te warmen? De oven voor verwarmt op 190 graden, zoals je ook, dus zodat die eigenlijk op dezelfde temperatuur kan blijven als waar je hem voor nodig hebt voor de andere hoofdgerechten. Daarvoor hebben we een bakje H2 en dat zijn de aardappeltjes. Die kunnen zo op een ovenplaatje in de oven, ongeveer een minuutje of 8. Dus als je eerst gewoon alle dingen voor het hoofdgerecht van de volwassenen doet, kun je daarna met de kinderen aan de slag. En dan kan het nog een minuut of 7, 8 in de oven, tot die aardappeltjes lekker krokant zijn. Dus die schuif ik in de oven. En ondertussen heb ik dan tijd om dit op te warmen. Het stoofvlees zit in een vacuümzakje. En die leg ik dan in mijn pan, die warm is, net onder het kookpunt. En liefst op een inductieplaat, op stand 1 of op een, gewoon een lage temperatuur, zo laag mogelijke vlam als je een gasfornuis hebt. Dat moet ongeveer een minuutje of 6, 7 opwarmen eigenlijk. Gewoon samen met de andere dingen, terwijl je de dingen in de oven hebt zitten, kun je ook de zakjes in het water hebben. Dan is het een kwestie van heel even wachten totdat het warm is. Zo, ondertussen heb ik de aardappeltjes uit de oven. Die zijn lekker krokant geworden. De krieltjes. En bakje 3 is de appelkompot. Die kun je eventueel ook een beetje opwarmen, maar dat hoeft niet per se. En dan is het misschien leuk om samen met het kindje het bord op te maken. Maar het is vrij basic. De appelkompot op bord. Dan de aardappeltjes ernaast. Ik begin met de aardappels, zodat je daar dan lekker stoofvlees een beetje half op kunt laten vallen, zodat de smaak er ook in trekt. Dan stoofvlees. Je kan het misschien even een klein beetje met een lepel heen en weer bewegen, zodat het echt goed warm wordt in het vacuümzakje. Het voelt altijd wat hard aan. Dat komt omdat er jus in zit en in die jus zit een beetje gelatinevorming. Maar als het dan warm wordt, dan zie je dat het vet een beetje begint te smelten en dat het een heel lekker mals en sappig stoofvlees wordt. Ik snijd of knip het vacuümzakje dan open en dan is het heel makkelijk gewoon het stoofvlees op het bord erbij. Het is heel simpel, weinig poespas. Daar hebben we bewust voor gekozen. Het gaat om de smaken. Lekker dat zoete erbij, dat is altijd lekker denk ik voor kindjes van die appelkompot herkenbaar. Ook krokante aardappels. Schroom niet om er een klein beetje mayo bij te eten, vind ik zelf ook altijd heerlijk. Die serveren wij er niet bij, maar als je die hebt of als je die erbij wilt doen bij de aardappels, dan mag dat natuurlijk altijd. En dit is dan het kindermenu bordje. Lekker runder stoofvlees met appelkompot en krokante krieltjes uit de oven. Eet smakelijk!